breng eerst de kinderen naar school en dan begint de top pas echt. Dan ga je echt beginnen. Ja, ligt even aan waar je naartoe gaat rijden. Het kan in één keer Amsterdam zijn of Utrecht, Deventer. En maandag rolt al naar België. Veel onderweg ook, ja. Maar dat is helemaal niet erg bij mijn job, vind ik. Mijn naam is Jeffrey Benning. Ik ben afgestudeerd in 2009 bij Hogeschool in Holland. De opleiding is Management, Economie en Recht. En inmiddels heet dat nu Business Studies. Ik werk momenteel bij Watson. En daarbij zijn we eigenlijk het verlengstuk van Google Maps. Mijn job is eigenlijk een derde dus nieuw business zoeken. Een derde opvolging van de leads van Google Maps rechtstreeks. En een derde het onderhouden van de bestaande klanten en de contractverleningen. Goedemiddag, mijn Jeffrey Benning van Watson Google Maps. Ik heb MBO bankenverzekeringswezen gedaan vanwege dat mijn oom zo'n kantoor had. Dus ik dacht van ik moet hier niet eindigen qua studiekwalificatie. Dus ik zei van ik moet gewoon HBO hebben. Ik wist toen echt niet wat ik precies wilde doen. Met een brede opleiding kan je dus alle kanten op. Dus eerst verzekering, toen factoring, dus ook wel financiële dienstverlening. Dan ineens een IT-bedrijf, Watson Google Maps. Blijkbaar is die opleidingsachtergrond breed genoeg, zodat je overal wel inzetbaar bent. Want uiteindelijk is een studie een basis. Daarbij is het gewoon belangrijk dat die basis goed is en dat je dan bij een bedrijf verder gaat specialiseren in hetgeen wat je graag wil doen. Ik denk dat het goed is om je docenten te vriend te houden, want al docenten hebben een groot netwerk. Ik ben toevallig 2 weken terug nog bij een oud-docent geweest van de Hogeschool in Holland. Zeker als je later een commerciële functie wil gaan doen, is dat super handig om gewoon heel veel mensen te kennen en iedereen te kunnen benaderen, makkelijk te kunnen benaderen, zeg maar.